Dit zijn Michael en Tessa, eigenaren van Wijnhuis de Blauwe Kamer. Een uniek restaurant op een kloosterdomein in een oude boerderij. Met hun eigen moestuin en de één na grootste wijngaard van Nederland koken ze uitsluitend seizoensgebonden en schenken ze hun eigen wijnen. Met Horeca School bij Young Talent kun je leren van Michael en Tessa. In deze aflevering, hoe kun je je onderscheiden met je wijnkaart? Onderscheiden met je wijnkaart doe je door een stijl te kiezen die past bij je restaurant en bij je concept. Wil je juist een kleine wijnkaart of wil je juist een grote wijnkaart? Zelf hebben wij gekozen om juist een kleine wijnkaart te voeren. Dit zodat wij als startende ondernemers niet een hele grote voorraad aan hoeven te leggen. Om een kleine wijnkaart onderscheidend te maken, hebben we er juist voor gekozen om alles per glas te schenken. Dit zodat juist met een kleine wijnkaart er toch veel geproefd kan worden. Er zijn tegenwoordig een hoop middelen die het rendabel maken om wijn per glas te schenken. Dit bijvoorbeeld door de Oxy Wine Protector of door het Coravent systeem. Beide systemen spuiten een bepaald soort gas in de fles, waardoor de wijn geen contact meer heeft met de lucht en daardoor de wijn langer houdbaar is. Maak je wijnkaart persoonlijk door juist je eigen voorkeuren in de wijnkaart op te nemen. Heb je ervaring opgedaan in het buitenland? Dan kunnen juist deze verhalen iets extra's toevoegen door middel van storytelling. De wijn van het Sint-Catharina-dal wordt gemaakt door Zuid-Afrikaan Andries Burger. Juist daarom hebben wij ervoor gekozen om de wijnen van zijn huis, Paul Kluver, op te nemen op onze wijnkaart. Juist dit voegt iets extra's toe aan onze wijnkaart en creëert een extra beleving voor de gast. Inmiddels is Nederland een wijnland in opkomst. Kijk daarom juist naar lokale wijnboeren en leveranciers. Laat je gasten kennis maken met Hollandse wijn. Het imago van zure wijn is absoluut niet meer waar. Een goede tip om gasten kennis te laten maken met Nederlandse wijn is door het bijvoorbeeld blind te schenken. Zo kunnen de gasten het proeven zonder vooroordelen en jij kan ze verrassen met een goed glas Hollandse wijn. Kies tot slot voor een huiswijn waar je volledig achter staat. Gasten zeggen vaak, als de huiswijn goed is, dan zal de rest ook wel goed zijn. Dus zorg juist dat de kwaliteit van je huiswijn evenredig is aan de overige kwaliteit van je service en producten. En kies juist eens iets anders dan Sauvignon of Chardonnay, maar ga juist voor een spannende blend. Kies voor een blend die meerdere smaakelementen bevat, zodat je een brede doelgroep aanspreekt. Zen prikkelt food professionals.